Vanaf je 18e noemt iedereen je ineens volwassen en mag je ook veel meer. Maar dat je echt volwassen bent, dat is een misverstand. Hoe dat zit, leg ik je hier uit in de werkplaats. Vroeger dachten we dat je uitontwikkeld was als je 18 was. Vrouwen hadden dan borsten gekregen en mannen een baard. En iedereen kon zien dat je geen kind meer was. En daarom mag je dan stemmen, autorijden, alcohol kopen en een lening aangaan. Maar wat we vroeger niet konden zien, was dat op je 18e in ieder geval één deel van het lichaam nog niet helemaal af is. Je hersenen. Maar sinds we MRI-scanners hebben, kunnen we ook in de hersenen kijken. We kunnen zien hoe ze groeien en welke gebieden actief zijn bij de verschillende dingen die je doet, zoals slapen, nadenken of praten. En bij het bepalen wanneer je nou volwassen bent, kunnen we naar twee dingen kijken. Hoe de hersenen eruit zien, de structuur, en hoe actief de hersenen zijn, de hersenfunctie. Het eerste gaat over wat we de grijze stof in de hersenen noemen, de neuronen. In die grijze stof vindt informatieverwerking plaats. Jonge mensen hebben relatief veel grijze stof. Maar naarmate je ouder wordt, leert je lichaam die grijze stof efficiënter te gebruiken en heb je minder grijze stof nodig. Daarom zie je het volume grijze stof dan dus ook dalen. Maar na je 18e gaat die afname gewoon nog door. En pas ergens halverwege de 20 zie je die daling afvlakken. Pas dan is die grijze stof uitontwikkeld. Niet alle hersengebieden ontwikkelen even snel. Als we kijken naar hoe jongeren beslissingen nemen, is de ontwikkeling van twee hersengebieden belangrijk. De eerste is het beloningscentrum. Dat zit ongeveer hier. En het is heel actief als je iets doet, ziet of voelt wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld eten, shoppen of seks. Op hersenscans hebben we gezien dat dat centrum als je 18 bent heel actief is. Veel actiever dan tijdens de kindertijd. Het tweede gebied, dat is de prefrontale cortex. En die zit ongeveer hier. En dit stuk is heel belangrijk bij het controleren van impulsen. Hij remt ons af als we iets zouden willen doen wat niet goed voor ons is. Stel dat je bijvoorbeeld een zak chips hebt. Dan kan de prefrontale cortex ervoor zorgen dat je die zak niet helemaal leeg eet. Die prefrontale cortex ontwikkelt zich heel gelijkmatig van de kindertijd tot aan de volwassenheid. En je ziet dus dat er een verschil is in de ontwikkeling van het beloningscentrum, dat enorm actief is zo rond je 18e, en die prefrontale cortex, die dan nog helemaal niet uitontwikkeld is. Rond je 18e ben je dus veel op zoek naar beloning. En omdat je prefrontale cortex nog wat achterloopt, geef je makkelijker aan zo'n beloning toe. Als je naar je hersenen kijkt, is 18 jaar dus helemaal geen logische grens. Toch leggen we in onze wetten en regels die grens van volwassenheid wel nog vaak bij 18. Al is dat niet altijd en overal hetzelfde. Stemmen bijvoorbeeld, dat mag je als je 18 bent. En een dure lening aangaan, dat mag ook als je 18 bent. Maar autorijden mocht eerst vanaf je 18e, maar sinds een paar jaar mag dat al vanaf dat je 17 bent. Al moet er dan wel een volwassene bij zijn. Met alcohol ging het juist de andere kant op. Vroeger mocht je alcohol kopen vanaf je 16e, maar sinds 2014 mag ook dit pas vanaf je 18e. Dat is trouwens niet overal hetzelfde. In Amerika moet je 21 zijn. En in Duitsland ligt de grens bij 16. Behalve als je ouders erbij zijn, dan mag je al vanaf je 14e drinken. Je kunt die regels best kritisch bekijken. Want sommige dingen kun je best al heel goed voordat je 18 bent. En andere dingen, daar ga je op je 18e soms nog niet heel verstandig mee om. Kijk, als je besluit om iets wel of niet te doen, dan neem je zo'n besluit eigenlijk altijd omdat je daarbij bepaalde gedachten hebt. Je wilt iets, bijvoorbeeld omdat het goed voor je is, omdat je het leuk vindt, of omdat je iemand anders een plezier wil doen. Als je zo'n besluit in alle rust neemt, dan word je geleid door wat we cold cognition noemen. Je weegt rationeel alle voor's en tegen's tegen elkaar af en maakt dan zonder al te veel emotie een keuze. En het mooie is, cold cognition is iets wat we op jonge leeftijd al goed kunnen. Het maken van een proefwerk is een goed voorbeeld van cold cognition. Je krijgt een vraag en daar geef je antwoord op. Heel simpel. En je krijgt er natuurlijk onder de 18 al heel vaak mee te maken. En daarom zou je ook best kunnen zeggen dat het helemaal niet gek is dat je al op jongere leeftijd mag stemmen. Je stem uitbrengen doe je in een rustig stemhokje. Niemand stoort je en waarschijnlijk heb je van tevoren bedacht op wie je gaat stemmen. Het tegenovergestelde van cold cognition is hot cognition. En dat is als je iets besluit op basis van emotie. Bijvoorbeeld omdat er een bepaalde directe beloning te verwachten valt.
je prefrontale cortex en het beloningscentrum in de hersenen vertellen jou nog niet goed dat het soms onverstandig is om je emotie te volgen. Je hot cognition wordt nog niet goed afgeremd. Stel, je hebt een vriendengroep waarin iedereen rode schoenen heeft. Jij wil erbij horen, dus jij wil ook rode schoenen. Maar je hebt geen geld. En het zijn echt hele dure schoenen. Maar dan zie je dat je die schoenen ook kunt kopen op afbetaling. Eigenlijk zou je prefrontale cortex je moeten overtuigen om die schoenen niet te kopen. Want je hebt het geld niet en volgende week ook niet. Maar als je 18 bent, dan wil je waarschijnlijk liever die beloning van die nieuwe schoenen. En dat geld, ach, dat komt later wel. En zo komen jongeren relatief vaak in de financiële problemen. Eigenlijk zouden we nog meer na moeten denken over de verschillende leeftijden van wanneer je iets wel of niet mag. Stemmen zou je best wel kunnen voor je 18e. Maar misschien is het beter dat je op je 18e bijvoorbeeld nog niet volledig verantwoordelijk hoeft te zijn als het gaat om geld en financiën.